Hey, goedemorgen. Het is iets over 6:30. Ik ben gewoon uit mezelf wakker geworden voor 6:00. Amazing. Dus ik blijf altijd dan nog eventjes een tijdje in bed liggen. Dus ik ben nu weer uit bed. Ik heb nog 3 dagen over in Nederland. Aanstaande donderdag lig ik naar Maleisië. En ik wil gewoon echt even goed vooruit editen met vlogs. Ik ga straks ontbijten met Claudia. Dus ik dacht, weet je, ik sta gewoon lekker vroeg op. Ik ben bij Thee. Mijn favoriete ontbijt / lunch tentje in Amsterdam. En ik heb hier een decaf latte die ik heb besteld. Kijk hoe mooi. Prachtig. Thee vind je trouwens in mijn gids op stay.com. Dat is een app die ik gebruik om toffe hotspots in andere steden te vinden. En ik mocht ook een eigen guide maken voor Amsterdam. Dus mocht je benieuwd zijn naar Thee, dan kan je eventjes in de app stay.com kijken. Ik zal de link hieronder ook even plaatsen in de beschrijving. Maar daar is ze dan hoor. Claudia! Ze bestaat! Ze bestaat! Ja, ze is in Nederland. Normaal woont ze dus in Oslo en dan zien we elkaar gewoon niet heel vaak, maar ja. Net voordat ik haar naar weg ga. Oh. Ja. Moeten we nog even de laatste reisdingen doorspreken? Ja, ja. En Klaar had net al een super goede tip. Oh, ja. Je mag wel vertellen hoor. Ja, we hadden het over ziek worden in India. Over dat je dat, nou ja, laten we zeggen 99% van het geval het wel hoort. En wij zijn ook in India geweest en ik ben ook ziek geweest en best wel lang. En ja. Maakt niet uit, dus was het waar. Maar we hoorden toen best wel een goede tip van iemand. En dat is, bel naar een goed hotel. Bijvoorbeeld het Hilton of weet ik wel, een keten die je overal hebt. En vraag naar welke dokter zij hun gasten sturen. Want dat zijn vaak de goede dokters en niet de dokters die gewoon random ja, zeggen dat ze dokter zijn. En ja. En je reumapillen geven bij een keelpijn. Ach, god. Dat weet ik dus. Ik ging naar de dokter voor keelpijnpillen. En ik kreeg 3 doosjes. En ik googelde ze en 2 waren voor reuma en artritis. Dus, vet goede tip. Bel gewoon het Hilton en vraag naar welke dokter zij sturen. Ja. Het maakt niet uit, het is misschien wat duurder, maar je gaat toch niet zonder reisverzekering. Dus. Go for it. Ja. En Klauw heeft al een heel lekker ontbijtje besteld. We hebben yoghurt met huisgemaakte granola. Ja. Oh, ziet er vet lekker uit. En grapefruit sap. Wat had jij eigenlijk als drinker? Ja, het was een chai latte, maar het ziet er een beetje dubieus uit. Maar het is muddy water. Heel lekker. En ik heb ook een grapefruit sap echt helemaal ontdekt. En een broodje met pittige geitenkaas en gegrilde groenten. Yo, ik ben weer thuis en ik ga een Facebook fanpage opzetten voor iets wat we veel te weinig doen met z'n allen. Maar wat echt heel goed voor je is en... Ja, ik denk echt zwaar underrated in onze maatschappij. Het is echt iets super vet, super chills, namelijk ditjes. Ik lees echt overal nergens hoe goed het wel niet voor je is. Dus ik denk, yo, luister, daar moet echt veel meer aandacht voor komen. Ditjes voor de win. Ik ga er geen Facebook fanpage voor opzetten hoor, maar ik geef wel het goede voorbeeld. Ik ben zo'n goed rolmodel wat dat betreft. Als er ooit een vereniging komt voor de bevordering van ditjes, dan meld ik me bij deze aan als hun grootste ambassadeur. I love ditjes. Ik zie je straks alweer. Wat doe je net slapen? Eten. En ik heb gisteren weer chikufte besteld. Super lekker. Vanavond komt Eva ook eten. En ik heb gezegd, joh, ik heb een ishload aan chikufte. Dus dat gaan we vanavond ook gewoon eten. Oké, het was buiten zo aan het rommelen. En met dat gekke onweer van de laatste tijd heb ik eventjes met Eva gebeld. En zei gewoon van, weet je, blijf maar thuis. Dat is gewoon een stuk veiliger voordat er een of andere boom omwaait of whatever. Betekent wel dat ik een ishload aan chikufte over heb. Op zich, ik kan het wel op hoor. Dat is het probleem niet, maar... Ja, het is gewoon vrij veel. Dit waren 40 stuks en ik heb nu dit opgegeten. Gisteravond avondeten, vandaag lunch, vandaag avondeten. Ik denk dat hier op of zo. Ik kan er meestal 10 in 1 eetsessie op. Wauw. Oké. Ja, ik denk dat ik een verslaving heb. Ja, nou, het is maar goed dat ik naar Maleisië ga. Dan kan ik er eventjes vanaf komen of zo. But it's so good. Het is zo lekker. Ik ga even checken of ik mijn visum heb gekregen. Dan kan je dus online checken en dan kan je hem ophalen. En aangezien het nu maandag is en ik donderdag vlieg, is het op zich wel handig als ik mijn paspoort ophaal. Zullen we eens even kijken. Oh my god, dat trackingnummer is... Oh my... Piep! Er zit gewoon een stempel over mijn trackingnummer. Vanavond ga ik deze big boy weer inpakken. Maar ik moet nu even mijn
handbagage rugzak. Moet ik echt even in de was stoppen. Jup, dat is gewoon zo lang blijven liggen. Morgen, fingers crossed voor het visum. Ik hoop in ieder geval dat ik mijn paspoort terugkrijg. Want donderdag vliegen we samen naar Maleisië. En dan is het best handig als je een paspoort hebt. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je woensdag weer. En wel rusten.